Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. In deze wekelijkse uitzending beginnen we met de 5 meest recente Nederlandstalige afleveringen van de Daily Minutes, zoals uitgezonden via PI2NOS. Vervolgens komt de Amateur Radio Newsline met de datum van deze vrijdag met wereldwijd nieuws over onze hobby in het Engels. Aan het eind van de uitzending zenden we de Deutschlandrundspruch uit, het landelijk nieuws van die week van de Duitse amateurvereniging DARC. Deze bijdrage is in het Duits. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1418 met een uitzending voor vandaag, 24 september 2018. Dit is het bulletin van maandag. Door een uitzending van de Daily Minutes Extra Bits, de extra uitzending rond het overschakelen van PI2NOS naar internet, waar ik een oud spotje draaide, kwam ik op een initiatief van een paar jaar geleden, de Daily Minutes Listener Call-In. Wie kent hem nog? Dat was een speciaal nummer waar de luisteraars iets konden inspreken voor in de Daily Minutes uitzending. Het telefoonnummer werd niet heel vaak gebruikt. Het aantal reacties doofde op een bepaald moment gewoon helemaal uit. Vandaag bedacht ik me dat het telefoonnummer van de Listener Call-In waarschijnlijk nog gewoon zou moeten werken. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Het lijkt dus wel een leuk idee om in deze laatste week dat de Daily Minutes via PI2NOS te horen is, de mogelijkheid te bieden aan luisteraars om nog wat in de uitzending te zeggen. Let op, ik kan niet garanderen dat ik je reactie kan gebruiken. Het moet relevant zijn, dat wil zeggen, het moet een beetje in de geest zijn van de uitzendingen. En daarnaast kan ik ook meerdere soortgelijke reacties krijgen, zodat ik daaruit moet kiezen. Nou, ik weet niet of het te horen is. Ik heb een experiment vandaag met een andere microfoon en die is veel gevoeliger. En nu begint mijn benedenbuurman te timmeren. Dat zul je altijd zien. Maar goed, terug naar de listener call-in. Het leukste vind ik als je een anekdote kunt vertellen. Iets wat je met de zendhobby, antennes plaatsen, zelfbouw of met een vossenjacht hebt beleefd. Mag best wel een lang verhaal zijn, dan baseer ik een groot deel van de uitzending erop. Ik probeer de uitzendingen vooral positief te houden, dus houd het in gedachten. Dit is wel je laatste kans om je eigen stem een keer in de Daily Minutes via PI2NOS te horen. Je hoeft overigens geen centamateur te zijn om te kunnen reageren. Het nummer dat is 033-457-0711. 033-457-0711. Notabene, het telefoonnummer van de Listener Call-In is ook te vinden op de website www.pa0ete.nl. Ja, dan komen we aan het hoofdonderwerp van deze uitzending. De heersende mening onder amateurs is dat er niet meer aan zelfbouw wordt gedaan. Ik had het daar gisteren nog met een amateur uit Friesland over. Ik heb recent ook geluiden gehoord dat het zendexamen wel afgeschaft zou kunnen worden omdat het toch niemand meer zelf bouwt. Apparatuur is te ingewikkeld en alle grote uitvindingen die worden toch door hele teams van mensen gedaan. Dus wat kan een nederige zendamateur daar nog uitrichten? Het meest verdriet in dit kader deed me de afgelopen tijd nog een publicatie van agentschap Telecom die hetzelfde stelde. Het ging over de toekomstige verkoop van frequentiespectrum en het leek alsof AT bedacht dat de rol van de amateur als experimenteerder en vernieuwer wel een beetje uitgespeeld was. Ik stelde toen al dat het onzin is. Ik verwees naar de rol van een amateur, een enkele amateur dus, die de Heyphone bedacht. Die Heyphone, dat was een telefoon, of dat is een telefoon die onder grotten of onder stenen gebruikt kan worden. En die is dus gebruikt bij de redding van het Thaise voetbalteam in de grotten van Thailand. En verder een paar jaar geleden, toen bij het zoeken naar de blackboxen van de vermiste Malaysian Airlines MH370, het vliegtuig, de Amerikaanse marine de software gebruikte die door een Duitse amateur bedacht was. Bij alle budgetten die de Amerikaanse Defensiemacht voor nieuwe ontwikkelingen gebruikt, geven ze niettemin de voorkeur aan een gratis toepassing die door een zendamateur via zijn website wordt verspreid. De Duitse amateur was niet op de hoogte dat de US Navy zijn software verkoos boven producten die ontwikkeld zijn door hele teams. Hij moest dat uit de pers vernemen. Ja, een ander argument dat ik gebruikte is dat uit statistisch onderzoek bleek dat er tussen de 1000 en 1500 amateurs actief aan zelfbouw doen. Dat is overigens ongeveer gelijk aan het aantal dat in 1964, toen ik mijn zendexamen deed, het geval was. Ook toen deed niet iedereen aan zelfbouw. Er werden mobiele phones gebruikt, en dat is in de periode van daarvoor producten die door andere zelfbouwers waren gemaakt. En een deel van de amateurs deed vooral aan het werken van DX met gekochte Japanse of Amerikaanse transceivers. Er is wel een verschil tussen toen en nu. In 1974 waren er rond de 2700 zendamateurs. Nu zijn het er rond de 15.000.
Dat betekent dat ondanks dat de aantallen hetzelfde zijn gebleven, het percentage amateurs dat aan zelfbouw doet wel is gedaald. In 1975 was dat ruwweg de helft, nu is dat minder dan 10%. Dat verschil in percentage komt vooral doordat we te maken hebben gehad met een grote instroom van amateurs die meer in verbindingen geïnteresseerd zijn dan in zelfbouw. Belangrijk is naar mijn mening dat het aantal zelfbouwers ongeveer gelijk is gebleven. Ja, die zelfbouwers die zijn daarbij een bijzondere ondersoort in onze hobby. Ik heb van AT wel eens begrepen dat men daar de zendamateurs vooral het liefste ziet als de groep van zelfbouwers en minder dan de niet-zelfbouwers. AT heeft echter ook wel eens aangegeven dat ze vinden dat onze banden te weinig gebruikt worden. Die beide dingen die zul je nooit tegelijk krijgen. Zelfbouwers zijn de Willy Wortels van deze wereld. Mensen die het liefst tot laat in de avond hun hoofd breken over wat ze nu weer hebben gebrouwen. Komen ze die dag niet uit, dan gaan ze de dag erop verder. Tijd voor een QSO en om de band te bezetten, die is er niet. Hun project moet af. Is het project klaar, dan hoor je de zelfbouwer, tenminste als het een zendproject is, via de amateurfrequenties. Doet hij het? Doet hij het goed? De echte zelfbouwer die wacht het antwoord ongeduldig af. Verder moet hij met het volgende project. Deze berg die is beklommen, de volgende berg die wacht weer. Eerst de voorbereiding, het ontwerp, de onderdelen bij elkaar krijgen en dan aan het bouwen. Als we het van die zelfbouwers moeten hebben, zijn onze banden slecht bezet. Gisteren publiceerde de Veron een artikel over dit onderwerp op hun website en ik ben blij met het artikel, eindelijk. Zelfbouw is springlevend, zo luidt de boventitel die bij een aantal mensen ongetwijfeld tot verbazing zal leiden. De zendamateur innoveert, bouwt en experimenteert, zo gaan de chocoladeletters verder. Amateuronderzoek en innovatie zijn geen verleden tijd, zo luidt de hoofdtitel. Eindelijk, ik ben geen roepende meer in de woestijn, zucht. Zelfbouw is dus springlevend, zo gaat het artikel verder. Zendamateurs slaan steeds nieuwe wegen in. De Veron behartigt en bevordert voor haar leden het beoefenen van amateurradiocommunicatie en het daarmee verband houdend experimenteel radio- en elektronica-onderzoek. De Veron geeft daarmee gehoor aan artikel 1.56 van het ITU-radioreglement. En die luidt een radiocommunicatiedienst met het doel van zelfstudie, intercommunicatie en technisch onderzoek door amateurs. Dat wil zeggen door naar behoren gemachtigde personen die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek. Uitsluitend met een persoonlijk doel en zonder geldelijk belang. Een aanleiding om eens nader te kijken naar zelfbouw, zo schrijft Veron.nl. Hoe is het gesteld met de actieve betrokkenheid van radiozendamateurs bij innovatie, zelfbouw en bij het experimenteren? Tegenwoordig zijn de kosten van commerciële apparatuur bijzonder laag. Al voor 25 euro heb je een nieuwe VHF-UHF-FM-portofoon. En daarom vragen mensen zich af of de prikkel tot experimenteren en tot zelfbouw nog wel aanwezig is. Maar de enorme variëteit, de lage kosten van apparatuur en de komst van SDR heeft juist ongekende mogelijkheden gecreëerd. En hierdoor is men juist geneigd te onderzoeken, zelf te bouwen en te innoveren. Op onze banden zien we nu de opkomst van digitale modi, software en geavanceerde apparatuur. In de afgelopen tijd hebben revolutionaire ontwikkelingen plaatsgevonden in digitale modi. Denk maar eens aan propagatiebakentechnologie en ook de toename van SDR-zendontvangers. Onderzoek en innovatie door zendamateurs is dus nog lang niet voorbij. Zelfbouw is springlevend. Het is dus beslist niet zo dat zelfbouw, experimenteren en innovatie door zendamateurs is afgenomen, zo schrijft Veron.nl. De traditionele zelfbouw maakt meer en meer plaats voor nieuwe technieken. Zendamateurs maken steeds meer gebruik van de Arduino. Deze is steeds vaker in de check van de zendamateur te vinden. Na een artikel over de Arduino wordt er voor Electron gewerkt aan een serie over de Raspberry Pi. Al maanden staat het artikel maak van je computer of tablet een SDR-ontvanger in de top 5 van de best bezochte pagina's op de Veron-website. Daarom is de Electron-redactie nu op zoek naar iemand die een serie wil schrijven over software-defined radio. Stuur, als je daar een bijdrage aan wilt leveren, een e-mail naar redactie@veron.nl. redactie@veron.nl. De soldeerbout die maakt dus plaats voor het toetsenbord. Zelfbouw, experimenten en innovatie bevinden zich in een transitie van oude naar nieuwe technieken. Maar de zelfbouw die is springlevend, zo stelt www.veron.nl. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scoop Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1419 met een uitzending voor vandaag 24 september 2018. 24-25. Nee, ik heb niet de verkeerde band gestart. Dit is het bulletin van dinsdag.
Ik sla vandaag vanwege de tijd de data nog een keertje over. Het kan niet anders dan dat je in zo'n laatste week voor een grote overstap, als die de Daily Minutes gaat maken, nog even in de uitzending dat daarover hebt. De uitzending gaat vandaag dus helemaal over mijn overstap naar internet. Het uitzenden via een livestream van YouTube gaat niet door, in elk geval de komende weken niet. Ik kan al een aantal dagen niet op de streampagina komen. De oorzaak daarvan is eigenlijk wel vrij zeker dat ik vrijdag onbedoeld niet toegestaande reclame heb uitgezonden. De normale manier van video's op YouTube posten werkt gelukkig nog wel. De Daily Minutes zijn vanaf volgende week niettemin op 4 verschillende manieren via internet te beluisteren. Om te beginnen via de URL van de stream op de website fm.shorties.nl. fm.shorties.nl. Daarnaast op youtube.com/PH0ETE. Verder kun je je ook nog abonneren op de podcast. De URL daarvan is te vinden op www.PH0ETE.nl. En de uitzending die kan ook gewoon beluisterd worden via PH0ETE.nl. Het inmelden kan via het chatkanaal van de Daily Minutes. Via mij kun je de gegevens krijgen voor IRC. Daarnaast kun je ook meedoen met de Mattermost Hamnet chat op hobbyscope.nl. Die is parallel geschakeld met mijn IRC-server. De tweede mogelijkheid is via PI3XTV in de ether hier in Amersfoort of anders via Echolink. Een derde mogelijkheid is via www.wokka.be, wokka.be. Het kan zijn dat het daar iets langer duurt voordat ik erop reageer. Op zich verloopt het allemaal voorspoedig. Mijn zojuist gestarte sociale media platform wokka.be loopt geweldig. En verder is in een week tijd het aantal mensen dat abonnee is op mijn YouTube kanaal zowat verdubbeld. De mensen zijn aardig en toch moet er iets van mijn hart. Ik krijg deze week ontzettend vaak te horen dat ik met de Daily Minutes zou stoppen. Ik zeg dan maar ik stop niet. Ik ga alleen maar verder via internet en niet meer via PI2NOS. Het antwoord is dan vaak, ja sorry hoor, maar voor mij stop je toch echt als je naar internet gaat. Via internet is het geen zendamateurisme. Ik vind die opmerking tegelijkertijd heel grappig en tamelijk absurd. Ik heb het nu al zeker van een stuk of 25 mensen gehoord. De eerste keer dat ik het hoorde, snapte ik het niet. En eigenlijk snap ik het nog steeds niet. Kijk, ik doe de uitzending vanaf volgende week precies zoals ik altijd doe. De uitzending is te beluisteren op YouTube, via mijn podcast en via de stream op fm.shorties.nl. Wat ik snap is dat dat wat onwennig is en dat het misschien wat lastig te vinden is. De makkelijkste manier om naar de uitzendingen te luisteren is via fm.shorties.nl. Dat is een kwestie van een link aanklikken en je hebt al geluid, zowel op de pc als op de smartphone. Op die plek zijn de Daily Minutes te beluisteren om 7 uur 's avonds en om 10:30 's ochtends. En daarnaast ook 's ochtends om 8 uur en om 9 uur en 's avonds om 10 uur. Dat is overigens al 4 jaar zo dat dat kan. Een paar dagen geleden had ik het hier via PI2NOS al een keer met iemand erover dat hij het geen zendamateurisme vond als ik naar internet ging. Ja, toen ik nog voor RAM schreef, deed ik dat meestal over de zendhobby. Niemand die er toen aan twijfelde of dat wel zendamateurisme was wat er op papier in de brievenbus verscheen. Ook dat ging niet via een amateurband. Electron, CQPA, DKAS Magazine, Hamnieuws, PI4RAZ.nl met rassies, de websites van de afdelingen, ze verschijnen allemaal op internet en sommige op papier. Niemand twijfelt of dat zendamateurisme is. En waarom dan wel bij iemand die als enige van al die anderen zijn informatie 4 jaar lang wel via een amateurband uitzendt? Ik snap overigens wel dat mensen het niet leuk vinden dat hun dagelijkse plezier van via PI2NOS naar de uitzendingen luisteren volgende week niet meer op die manier kan. Het uitzenden via de ether is echter voor mij wel een vorm van topsport geweest. Mijn hele sociale leven en mijn werktijd was om die uitzendingen heen geboetseerd. Ging ik ergens naartoe, moest mijn smartphone mee zodat ik als het uitliep de uitzending onderweg kon starten. Een redactievergadering werd voor mij van 9 uur naar 8 uur 's ochtends verplaatst zodat ik om 10:30 's ochtends weer op tijd thuis kon zijn. Ik doe er niet zielig over, want ik heb het mezelf aangehaald en boven alles vind en vond ik het hartstikke leuk. De uitzending op internet doen is echter wel ongelooflijk veel gemakkelijker. Ik hoef niet thuis te zijn om de uitzending te starten, tenminste niet per se, en verder is mijn ochtend zonder die onderbreking, die ik zelf overigens erg leuk vind en tegelijk ook flink zal missen. Mijn werkplanner wordt er wel een stuk gemakkelijker door. Let op, er is een nieuwe URL waarop je de Daily Minutes kunt beluisteren, dat is dmr.li. Net als de modulatiesoort DMR en dan punt Lima India, dmr.li. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1420 met een uitzending voor vandaag 26 september 2018. Dit is het bulletin van woensdag.
Ik moet nogmaals vanwege de beschikbare tijd van de data afzien. Ik had vandaag zoveel pech met elektronica, dat was echt niet te geloven. Zelfs Apple Digi crashte en zodanig dat het niet eens opnieuw geïnstalleerd kon worden. Nou ja, wat daar aan de hand is, dat moet ik nog eens kijken. De Windows-versie onder Linux draait gelukkig wel, dus ik zit er niet zonder. Ik denk dat het een korte uitzending wordt, maar dat weet je bij een spraakwaterval als ik natuurlijk nooit zeker van tevoren. Vanavond is de avond van Slow Scan Radio trouwens, vanaf 8:30 op 60, 70 kHz. Ik heb hier een rijtje foto's klaarstaan met vanavond ook weer een paar hele mooie. Het zou heel misschien kunnen dat om 8:00 ook al een uitzending is op dezelfde frequentie. Dat is dan Kim Andrew Elliott, mijn collega uit de Verenigde Staten, die wel het 30:30 voor mij gaan vullen vanaf volgende week en misschien al vanaf deze week. Kim Elliott die zendt meestal MFSK-modus uit, maar ook met beeld erbij. Frequentie is dus 60, 70 kHz in de 49 meter band op de korte golf in AM vanaf 8:30 lokale tijd. Ja, als je in de regio Arnhem woont, kun je direct naar Slow Scan Radio, nadat het afgelopen is, meedoen aan de SSB-ronde die dan begint. Dat wil zeggen om 9:00 op 144.345 plus of minus QRM. Bij de ronde wordt verticale polarisatie gebruikt. Dat is omdat de meeste mensen tegenwoordig geen horizontale antennes meer hebben. En daarbij horizontale rondstralers, zoals een klaverbladantenne, een halo of een hoekdipool, die kom je al helemaal nooit meer tegen. Ik heb vandaag één nieuwsitem, een beetje alarmerend. Gisteren stond op teletext het bericht dat appen voor fietsers in juli 2019 verboden zou worden. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft dat aan de Kamer geschreven. Maar nu komt het. Het gaat volgens de minister om een verbod om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat te bedienen. Die formulering moet volgens de minister ook alle toekomstige mobiele apparatuur afdekken. Dat zou, als er niet opnieuw een uitzondering geldt, dus ook voor amateurapparatuur en apparatuur voor 27 MC gaan gelden. Volgens de minister blijkt uit statistieken niet dat er veel ongelukken of gewonden vallen door het appen op de fiets, maar ze benadrukt de kans op een ongeluk is wel groter als je appt. Het idee voor de wet stamt uit 2016. Het was wel triest toen een 13-jarige jongen door het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets verongelukte. De vader van het jongetje voert nu een verbeterde strijd om deze wet ingevoerd te krijgen. Volgens het Algemeen Dagblad van vandaag blijkt uit de meest recente onderzoeken dat appen op de fiets zo goed als nooit tot ongelukken leidt. Bij ruim 1 op de 100 gevallen van de mensen die door een fietsongeval op de eerste hulp komen, speelt de mobiele telefoon een rol. Om dat in een perspectief te plaatsen, het dragen van een koptelefoon speelt bij 3% van de gevallen op de eerste hulp vanwege een ongeval met de fiets een rol. En 11% van de ongevallen, 11% dus, vindt plaats door gesprekken tussen twee fietsers. Volgens nu.nl spreekt het Verbond van Verzekeraars wel van een stijgende lijn in de rol van de smartphone bij ongevallen. Maar bij het Verbond van Verzekeraars gaat het daarbij om alle weggebruikers, niet specifiek over fietsers, waardoor de maatregel nu moet worden ingevoerd. Ondanks dat de minister gisteren heel stellig over juli 2019 sprak, bleek vandaag dat die datum zo goed als zeker niet gehaald gaat worden. Het zou wel eens een jaar langer kunnen duren. De minister stelt dat ondertussen het streven wel juli 2019 blijft. Als het een jaar later gebeurt, dan zou dat pikant zijn, omdat in de zomer van 2020 in Duitsland waarschijnlijk een verbod gaat gelden dat zich specifiek richt tegen onder andere het gebruik van apparatuur van zendamateurs in het verkeer en dat door 27 MC'ers. Ook die maatregel is overigens nog niet zeker. Ja, ik heb een slogan bedacht. Daily Minutes gaat van ether naar inter. Dat is het thema van deze week. Maar ik heb voor het luisteren naar de Daily Minutes een nieuwe URL in gebruik. Dat is een hele makkelijke. Dat is dmr.li. Dus de modulatiesoort Delta Mike Romeo en dan .Lima India. Vanavond dus weer Slow Scan Radio vanaf 8:30. Ik zei het al, op 60, 70 kHz. Het zou kunnen dat er op dezelfde frequentie vanaf 8:00 ook al data te ontvangen is door mijn collega met wie ik samenwerk, Dr. Kim Andrew Elliott. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1421, met een uitzending van vandaag, 27 september 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Ik heb hier data vandaag. Je kunt deze data overigens ontvangen met het programma FL Digi. Formaat van de data is weer 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, net als de afgelopen dagen. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Dat is wel een verandering. Het lijkt erop alsof 8 PSK uit de meest recente versie van FL Digi een stuk sneller werkt. Die nieuwe versie heb ik hier gebruikt. Ik ben benieuwd of dat nog compatible is met de oudere versies. Ik leg nog maar een keer voor de zekerheid uit. De Daily Minutes gaan vanaf maandag alleen verder via internet. Na ruim 4 jaar komt er een einde aan de uitzending op de repeater PI2NOS. De stap geeft mij de ruimte om wat uitgebreider onderwerpkeuze te kiezen en ook om een paar plannen te verwezenlijken die via de repeater nou eenmaal niet mogelijk zijn. De Daily Minutes zijn vanaf maandag op meerdere plekken op internet te beluisteren. De belangrijkste twee daarvan zijn de link DMRLI, dat is een website, DMR.
zoals de modulatiesoort en dan de letters Lima India, dmr.li. De tweede mogelijkheid is via YouTube, youtube.com/pa0ete. Verder is er nog de podcast en pa0ete.nl. Op die laatste pagina kun je deze informatie in wat uitgebreide vorm ook nog teruglezen. Inmelden kan ook nog steeds via de repeater PI3XTV in de ether. Nou, dat zal niet op grote afstand gaan. Of via Echolink. En daarnaast via IRC. Dat is een chatmogelijkheid. Of Mattermost. Op het chatkanaal van de Daily Minutes is dat. En via de nieuwe social media website wokka.be. W-O-K-K-A.be. Ook die info vind je terug op pnlete.nl. Vandaag heb ik een uitzending met twee herhalingen. Twee afleveringen uit de serie over antennes. In deel 17 gaan we in op wat praktische zaken rond het zenden op zo'n kleine magnetische loop. Een praktisch probleem bij zo'n antenne is bijvoorbeeld dat er bij zenden een zeer grote stroom door die kleine antenne loopt. En dat daarnaast ook een zeer hoge spanning op de condensator die de antenne afstemt komt te staan. Bij slechts enkele watts vermogen staan er ook kilovolts op de condensator. De eisen aan deze condensator zijn hierdoor nogal hoog, omdat er naast die hoge doorslagspanning ook nog een minimum aan dielektrische verliezen in de condensator nodig is. Hierdoor worden ofwel luchtcondensatoren gebruikt met een redelijk grote praatafstand of vacuümcondensatoren. Beide condensatortypen zijn niet bepaald goedkoop, tenzij je zo'n luchtcondensator zelf maakt. Een veelgebruikte methode om de coaxkabel op de kleine magnetische loop aan te sluiten is om de coax niet op de loop zelf te koppelen, maar wel op een kleinere loop. De impedantie van de loop is namelijk laag, veel lager dan van de coaxkabel. De kleine lus met de coaxraam wordt inductief aan de antenne zelf gekoppeld. Door de afmetingen vormt de koppeling zo een transformatie van de impedantie van de coax naar die van de antenne zelf. Afmetingen van deze kleinere aanpaslus die zijn typisch een vijfde tot een achtste van de afmeting van de antenne zelf. Behalve om thuis te ontvangen of te zenden en ontvangen, of professioneel voor mobiele NVIS toepassingen, worden magnetische loopantennes ook gebruikt om op de korte golfbanden bijvoorbeeld 80 meter te peilen. Zo'n antenne heeft een scherp nulpunt, of eigenlijk twee nulpunten, en daar kun je uitstekend bijvoorbeeld een kruispeiling mee doen. Probleem is wel dat dat nulpunt in twee richtingen dus zit, maar door kort een extra spriet, een zogenaamde sensorantenne, bij te schakelen, kun je het stralingsdiagram van de loopantenne tijdelijk een minder scherpe hartvorm geven, waarmee je vast kunt stellen uit welk van de twee richtingen het signaal afkomstig is. In deel 18 van de serie over antennes laten we de magnetische loop achter ons. We gaan nu verder in op hoe de tegenwoordige storing, meest afkomstig van slechte televisies en voedingen, LED-lampen en PLC, hoe die storing kan worden tegengegaan. Een van die methodes is inmiddels met de loopantenne al beschreven. Een tweede mogelijkheid is om de antenne daar te plaatsen waar de storing minder of afwezig is. De meest luxe variant is er eentje die sinds enige tijd is toegestaan. Plaats je hele amateurstation op een storingvrije plek en bedien alles op afstand. Dat kan ook op tijdelijke basis. Wereldwijd zijn er inmiddels meerdere locaties, soms de X-locaties te huur voor een weekend of een dag. En die locaties kun je dus op afstand bedienen, je hoeft er niet naartoe. Uiteraard kun je ook de web-SDR gebruiken, eventueel ook als ontvanger bij je QSO's. Dat is mij meerdere keren aangeraden. Het leukst voor mij is echter toch als de apparatuur hier gewoon bij me staat en de verbinding niet via internet loopt. Ook dan kun je de antennes elders plaatsen natuurlijk. Ik heb dat in het begin van deze serie ook al een keer aangestipt. Je kunt de antenne ver genoeg wegplaatsen om de storing niet meer te horen. Maar soms is het ook mogelijk om de antenne voor de storing afgeschermd te plaatsen. Bijvoorbeeld door zelf een afscherming aan te leggen. Of door de antennes indien aanwezig achter een metalen object te plaatsen. Zoals ik ook al eerder vertelde, het mooiste is als de antenne voldoende weggeplaatst kan worden en dat de grootste afstand hem in de hoogte van de antenne zit. Ik heb hier een uitschuifbare glasfibermast die tot een meter of 14 boven de nok van het dak uitgeschoven kan worden. In zijn algemeenheid zijn nagenoeg alle storingen vanuit de woningen beneden bij mij verdwenen bij een hoogte van meer dan 7 meter boven het dak. Waar ik zelf mee wil experimenteren is om in die mast bijvoorbeeld 10 meter boven het dak een mini-wip antennetje te plaatsen. Misschien met nog wat extra afscherming daaronder. De wereldwijd vermaarde mini-wip is een uitvinding van de Nederlandse amateur PNL RDT. Het ontvangstantennetje werkt vanaf praktisch 0 kHz over alle amateurbanden tot aan 20 of 30 MHz. En het antennetje is slechts zo groot als een balpen. Voor wie het niet gelooft hoe goed zo'n klein antennetje werkt, de WebSDR in Twente werkt op alle banden met een mini-wip. De mini-wip gaat uit van een eenvoudig en doeltreffend principe dat we al eerder hebben aangetroffen. Natuurlijk ontvangt zo'n klein antennetje niet even goed als een grote antenne. Het aardige is echter, doordat het antennetje de signalen minder goed ontvangt, ontvangt hij ook de achtergrondruis minder goed.
Tot aan een bepaalde grens blijft de signaal-ruisverhouding dus echter wel even groot. Als de afstand in sterkte tussen de signalen en de ruis door het kleiner maken van het antennetje niet kleiner wordt, dan kun je dus dat geheel met een geschikte versterker weer zonder grote nadelen optillen tot een niveau van een grote antenne. En dan maakt het dus niks uit. Door het signaal eventueel nog een beetje sterker te maken, is het signaal dat zo via de coaxkabel naar beneden gaat ook nog eens sterker dan alle stoorsignalen die daar onderweg op in zouden kunnen werken. Net voor de ontvanger plaats je bij die extra grote signaalsterkte weer een verzwakker om het signaal op het normale niveau te brengen. En dan heb je het signaal in de check zonder de aanwezige storing. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1422 met een uitzending voor vandaag, 28 september 2018. Hopelijk nu wel met de juiste audio-instellingen. Data vandaag is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Opnieuw met de snelle variant. Ik gebruik hier momenteel onder Linux de Windows-versie van FLDigi met versie nummer 4.0.18 onder Wine. Ja, vandaag heb ik één lang nieuwsonderwerp. Het lijkt naarmate er meer bekend wordt steeds waarschijnlijker dat er toch een verband bestaat tussen hoogfrequente straling van bijvoorbeeld wifi, DECT, FM-omroep en mobiele telefoons en allerlei klachten van mensen. Opmerkelijk is dat het daarbij niet om de sterkte van de signalen lijkt te gaan of de mate van blootstelling, maar eerder de mate waarin de blootstelling aan snelle veranderingen onderhevig is. Vandaag publiceerde het kennisplatform dat dit soort gegevens op een objectieve manier voor de overheid beheert over een nieuwe onderzoeksmethode van de Rijksuniversiteit Groningen en het RIVM, waarmee in het dagelijks leven van elektrogevoelige mensen onderzocht kan worden of de blootstelling aan elektromagnetische velden van FM, wifi, dektelefoons en antennemasten voor mobiele telefoon samenhangt met gezondheidsklachten. Bij deze onderzoeksmethode worden enkele elektrogevoeligen langdurig gevolgd. Elektrogevoeligen zijn mensen die zelf aangeven dat ze gevoelig zijn voor elektromagnetische velden. Het gaat hier over gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn en misselijkheid. Onderzoek tot nu toe heeft vooral onder laboratoriumomstandigheden plaatsgevonden, waarbij zoveel mogelijk deelnemers enkele malen kort werden blootgesteld aan elektromagnetische velden. Dat onderzoek laat geen samenhang zien tussen blootstelling en gezondheidsklachten. In een eerste indruk laat het kennisplatform weten dat het nieuwe onderzoek een samenhang laat zien tussen snelle veranderingen in blootstelling aan elektromagnetische velden en gezondheidsklachten. Twee van de deelnemende elektrogevoeligen hadden meer gezondheidsklachten bij deze snellere verandering van de blootstelling en twee andere juist minder. De vermogensdichtheid van de gemiddelde blootstelling hing bij geen van de vijf deelnemers samen met de gezondheidsklachten. Een hogere blootstelling leidt bij deze mensen niet tot meer klachten. Het onderzoek is een verkenning van deze nieuwe onderzoeksmethode en geeft aanzet tot verbetering. Volgens de onderzoekers kunnen er geen conclusies worden verbonden aan de resultaten. De nieuwe aanpak van onderzoek laat zien hoe ingewikkeld het is om onderzoek te doen naar gezondheidsklachten bij elektrogevoeligen in het dagelijks leven. In dit onderzoek worden enkele deelnemers in de tijd gedetailleerd gevolgd en worden zowel de sterkte van de velden als de ernst van de gezondheidseffecten geregistreerd. Per persoon wordt dan bekeken of er tussen blootstelling en gezondheidsklachten een duidelijke samenhang te zien is. De deelnemers droegen gedurende 21 dagen een meetinstrument die de blootstelling registreerde. Elke 6 uur beschreven de deelnemers hun gezondheidsklachten en de blootstelling die zij meenden te ervaren. Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde blootstelling van elektromagnetische velden van FM, wifi, GSM en UMTS basisstations en DECT bij deze mensen niet samenhangt met de gezondheidsklachten. De onderzoekers hebben in het onderzoek een nieuwe blootstellingsmaat geïntroduceerd die kijkt naar de snelheid waarmee de blootstelling verandert. Deze nieuwe blootstellingsmaat bleek zowel positief als negatief samen te hangen met gezondheidsklachten. Twee deelnemers rapporteerden bij een snellere verandering in blootstelling meer gezondheidsklachten, twee anderen juist minder. De onderzoekers geven aan dat deze bevinding ook veroorzaakt kan zijn doordat op bepaalde plekken snellere verandering in de blootstelling gemeten wordt en dat deze plekken op een andere manier negatieve of positieve invloed hebben op de gezondheidsklachten. Mensen zouden bijvoorbeeld meer gezondheidsklachten kunnen hebben in erg drukke ruimtes met veel mensen en geluid, cafés bijvoorbeeld. En in deze ruimtes zou toevallig ook de blootstelling snel kunnen veranderen door bijvoorbeeld veel mobiele telefoons. De onderzoekers geven aan dat het onderzoek verbeterd kan worden door in meer detail de omstandigheden en de gezondheidsklachten te registreren. Bij deze manier van onderzoek speelt objectiviteit van de deelnemers een belangrijke rol. Anders dan in laboratoriumonderzoek kunnen deelnemers de onderzoeksresultaten beïnvloeden. Iemand die hoofdpijn ervaart, die zou naast een wifi-router kunnen gaan zitten. In de meetresultaten lijkt het dan alsof de hogere blootstelling de hoofdpijn heeft veroorzaakt, terwijl het in dit geval andersom is. Ook kunnen mensen meer gezondheidsklachten rapporteren in situaties waarvan zij weten dat hun blootstelling daar hoger is.
Om de juiste conclusies te kunnen trekken is het van belang dat deelnemers objectief rapporteren. De onderzoekers selecteerden uit 44 aanmeldingen uiteindelijk 7 personen. Bij 2 van deze 7 deelnemers bleek na het onderzoek dat de meetresultaten niet bruikbaar waren. Deze tekst komt voor een deel van de onderzoekers en van een memo van het kennisplatform Elektromagnetische Velden. Dit kennisplatform verzamelt voor de overheid wetenschappelijke publicaties, maar ook de klachten van mensen die ze ervaren. En het platform doet daarmee in zekere zin aan waarheidsvinding op dit nog redelijk onbekende terrein. Ik ben trouwens aan het inventariseren voor een korte reeks items in de Daily Minutes, een nieuwe serie dus, over de gezondheidsaspecten van straling en over elektrogevoeligheid. Mogelijk dat ik daar de volgende week dus al mee begin. Dat zal dus zijn in de internetversie van de Daily Minutes, waar we momenteel ook de serie over zelfbouw aan het herhalen zijn. Vanwege een flink aantal positieve reacties op en de populariteit van de Daily Minutes Extra Bits, die de afgelopen 2 weken alleen op internet zijn uitgezonden, zou het kunnen dat ik vanaf volgende week op zijn minst voor een tijdje, en misschien ook niet iedere dag, een traditionele Daily Minutes begin en dan later in de uitzending een wat lossere Extra Bits-achtige benadering kies. Het zou kunnen dat de dagelijkse uitzending daarmee dan 15 tot 20 minuten lang worden. Vanaf maandag begint de Daily Minutes in elk geval weer met de bekende recht en vrije titelmuziek die ik ook bij de uitzending op de Korte Golf vanuit Cal heb gebruikt. Ik zeg het nog maar een keer, je kunt de uitzending vanaf maandag niet meer via PI2NOS beluisteren, maar nog wel via internet, onder andere via de unieke URL dmr.li, deltamikeromeo.limaindia en daarnaast ook via youtube.com/panelete. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline report number 2135 with a release date of Friday, September 28th, 2018 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. A handy talkie helps save a stranded teen on the high seas in Indonesia. Puerto Rico strengthens its hurricane readiness. And are you ready to fall out with 100 watts and a wire? All this and more as Amateur Radio Newsline report 2135 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Wadsworth, Ohio, here's Stephen Kinford, N8WB. Our top story this week isn't about hams assisting after floods, earthquakes, or storms. This story is about the way hams keep people out of danger in the first place. Andy Morrison, K9AWM, explains how Colorado Aries mobilized to help with an epic race in the Rocky Mountain foothills by mountain bike. As 100 mountain bike riders from all over the country took on the foothills of the Rocky Mountains just outside Cannon City, Colorado, the cyclists couldn't be too careful. As they commenced on the scenic Royal Gorge Bridge to race the Royal 50 on Saturday, September 22nd, they knew they had to be on their toes. With cactus in every corner, rattlesnakes, treacherous downhill areas, overall rough trails, and significantly higher than normal temps, they had to be ready for anything to happen. Fortunately, they were not the only ones who were prepared. To ensure everyone's safety, it took 16 members of Colorado Aries interoperability with the Aries Comm Van, some operators hiking or biking into their positions, and the use of ATVs to cover the event. There were also some IP cameras on the trails live streaming back to command over their ham radio microwave link systems. Radio traffic needed to be brief and concise, and an incident action plan was essential. Everyone needed to know exactly what to do if there was an emergency. Thankfully, AMR was also on site to assist with the 2 medical situations they had. Yes, there were injuries, but they were thankfully minimal. One rider had a close encounter with a cactus bush, and another crashed at the end of a downhill lane. And K0WJH. Go ahead, Bill. AMR mule leaving this location at this time. Copy. En route to Lima. That's affirmative. En route to Lima. Copy. 1142 WMC. Overall, the event was a huge success, and Colorado Aries is planning to support the Royal 50 again next year with even more riders participating.
For Amateur Radio Newsline, I'm Andy Morrison, K9AWM. On a personal note, we'd like to add this was a job well done by the team, whose members included Amateur Radio Newsline's own Amanda Alden, K1DDN, as one of the coordinators. Because response to catastrophe is part of the core of amateur radio, hams in Puerto Rico have been making plans to brace for storms such as last year's Hurricane Maria. Kevin Trotman, N5PRE, has those details. The ARRL's Puerto Rico section has been hosting meetings each month around the Commonwealth, hoping to recruit volunteers for an amateur radio emergency service based there. This effort and others being undertaken on the island are getting underway in earnest following the September 20th anniversary of Hurricane Maria, which flattened much of Puerto Rico. Section Manager Oscar Resto, KP4RF, and Section Emergency Coordinator Juan Sepulveda, KP3CR, are overseeing the amateurs' emergency preparedness. There are also new Emergency Management Bureau zone divisions in Puerto Rico, along with the development of a 2-meter simplex band plan, a resource considered necessary if repeaters become disabled. Toward that end, hams have been conducting drills and nets weekly on simplex. Hams are also creating a formal net for handling traffic on the repeater on El Yunque Summit at 145.410 MHz and have invited the participation of amateurs living in the U.S. Virgin Islands. The 2-meter net was scheduled to start late September. Meanwhile, work is underway to get an HF net up and running to send traffic to the NTS nets on the U.S. mainland. Other moves towards enhanced preparedness include the construction of NVIS antennas for local HF contacts and updating the WP4MR repeater system. The storm anniversary is far from forgotten. A special event station was on the air to mark the occasion, making use of the call sign K1M or Kilo 1 Maria, as the special event call is a tribute to the volunteers deployed last year to the island who operated with that call sign to help with the storm recovery. For Amateur Radio Newsline, I'm Kevin Trotman, N5PRE. It was radio to the rescue in Indonesia recently, and the happy ending came about because of one of those low-priced HTs that the FCC here in the U.S. has been looking at. Here's Ed Durant, DD5LP. While the FCC reviews ways to restrict frequency coverage of Chinese HTs coming into the US, there are other parts of the world where these cheap units' wideband capabilities are saving lives. One global news item in the last few days is the rescue of Indonesian Aldi Novel Adilang, who told reporters that his handheld transceiver was key to his rescue on the high seas. Adilang was adrift for 49 days in the Pacific after the unpowered Rompong fishing platform he was working on lost its anchor line. It broke loose from 77 miles, 125 kilometres, off the Sulawesi island coast during high winds on the 14th of July. After a week, Adilang ran out of food, but managed to live on fish he caught, and when it didn't rain, he drank drips of seawater that he wrung from his clothing. Using his generator-driven light and a makeshift white flag, he had tried to attract the attention of many passing ships, but either they didn't see him or they ignored him. He drifted with the winds and current over 1,200 miles, 1,900 kilometres. Then, when the huge bulk carrier MV Arpeggio passed within a mile of him on August 31st, he tried to attract them, but the ship just kept going. It was only when he remembered the HT on his boat and tuned it to a marine VHF channel frequency that a friend had told him to use if he got into trouble that he got the ship's attention by calling help in English into the HT. The ship reversed its course and rescued Adilang. The crew of the Arpeggio, who rescued Adilang, floating off Guam, contacted the Indonesian consulate in Japan when they docked. He was returned to Indonesia by air on the 8th of September. Adilang was quoted as saying he no longer wants to work on Rompong platforms. For Amateur Radio Newsline, this is Ed, DD5LP. Hams in Spain recently concluded a 2-day fair that's growing larger each year. Jim Meachin, ZL2BHF, tells us more about Iber Radio. Hams in Spain recently concluded the 2-day ham radio fair known as Iber Radio, which took place on the 15th and 16th of September in the city of Avila. The gathering featured workshops, conferences, and a preview of some cutting-edge equipment for the shack.
This year's event featured an expanded flea market and included licensing exams for Spain, as well as the US FCC license. Organisers work hard each year to grow this event into Southern Europe's preeminent showcase for amateur radio. Organisers also operated station AO1 IBR throughout the weekend, so that those who could not attend might still end up being able to take something away from Iber Radio, a QSL card. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Meachin, ZL2BHF. The Irish Radio Transmitter Society has lost a valued member and leader. Jeremy Boot, G4NJH, tells us about this silent key. The Irish Radio Transmitter Society is mourning the death of a friend and longtime amateur, Sean Noland, EI7CD, who became a silent key on Thursday the 20th of September following a short illness. A ham for more than 50 years, Sean had been heard frequently, not just on the bands, but as a newsreader for the HF news bulletins on Sunday mornings, until illness prevented him from continuing. He had a long history with the IRTS, contributed significantly to their work, helping to prepare its monthly newsletter and taking on a leading role as a liaison with Comreg on pressing issues. Sean had been president of the society from 1977 to 1979 and a great coach and support to anyone wishing to sit their license exam. At the time of his death, he was an honorary vice president of the society. RIP Sean Nolan, EI7CD. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the W7GAA repeater in Bullhead City, Arizona, at 7:30 p.m. local time on Fridays. If you're a satellite enthusiast and have a talent for editing news copy, AMSAT North America wants to hear from you. Jack Parker, W8ISH, has the details. Something new happens every week in the world of amateur radio, and that includes satellite amateur radio. AMSAT News Service is hoping to find qualified volunteers who can serve as editors on a rotating basis for its weekly newsletter. The News Service bulletins are free weekly reports provided by AMSAT North America. The hams who serve as its editors should be knowledgeable about satellite operation and AMSAT North American members. Experience in editing is a big plus, but not required. Editors can expect to devote between 4 and 5 hours of work for each newsletter. If you're interested, submit your information to ans-editor@amsat.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Jack Parker, W8ISH. A qualifying race for the Boston Marathon needs hams, not to run, but to operate radios. Heather MB, KB3TZD, has the details. Runners have been in training for the Bay State Marathon in Lowell, Massachusetts, where the results will carry a lot of weight. Athletes who run a qualifying time in this year's October race become eligible for the Boston Marathon in 2020. Athlete safety, however, is just as important as the times in which they finish. Keeping that in mind, the Lowell Office of Emergency Management and the Lowell Fire Department has asked for help from amateur radio operators in the area. The Lowell CERT communications team will be needing hams on the 21st of October from about 7 a.m. local time until sometime around 2 p.m. The radio coordinators are calling this an especially good first-time opportunity for any hams who have not yet been involved in any public service events. The hams will operate a reporting coordinating with the race's public information booth, keeping track of the status of the runners. A half marathon has been added for the first time this year. If you're in the region or you plan to be in the area of the race, you can contact Terry, KA8SCP, at his email address, which is KA8SCP@WB1GOF.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD. Amateurs in the UK turn railway stations into ham shacks for one special tribute to steam-powered travel. Jeremy Boot, G4NJH, has that story. Now, here are some call signs that may not be considered typical of your average amateur radio station. GB4OST, GB0BR, GB5RSR. They're actually train stations, not stations customarily used for radio. These three were among the dozens kept very busy during the weekend of the 22nd and 23rd of September, part of Railways on the Air weekend, coordinated by the Bishop Auckland Radio Amateur Club.
The event was the latest in a recent series of train-based special event stations being operated by ham clubs around the UK. This time the celebration was all about Britain's first steam-powered passenger railway. Among the nearly 45 stations registered on the official website were Old Station Tintern, activated as GB4 OST, the Bluebell Railway, activated as GB0BR, and Ribble Steam Valley with the call sign GB5 RSR. In the weeks leading up to the event, hams had been encouraged to contact their nearest preserved railway to ask whether their own planned celebration of the anniversary would welcome the addition of amateur radio. The answer was a resounding yes, and nearly 45 stations had registered on the official website at the time the event got underway. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. A personal note from us here at Amateur Radio Newsline wishing a speedy recovery to our colleague on the other side of the pond. We wish good health to Richard, G4TUT of Southgate Amateur Radio News. In this week's World of DX, Bill, G0CXF, is active from the Camotes Islands in the Philippines as DU7/G0CXF for the next 6 months. He's operating on SSB and PSK mainly on 80, 40, 20, and 6 meters, and looking for contacts into Europe, the US, Canada, and Australia. Check QRZ.com for QSL details. A team including Hans, HB9BXE, Nicola, I0SNY, and Elvira, IV3FSG, is operating as H88X from Panama until the 9th of October. They will operate SSB, CW, and digital modes on various bands, QSL via I0SNY direct or 9A5URI Bureau. Jun, JH4RHF, is operating from Hanoi, Vietnam, using the call sign XV9RH from the 10th to the 16th of October. Listen for him operating mainly CW on the HF bands, QSL via OE1ZKC. Be listening for Brian AI6US calling QRZ as DU7/AI6US from the city of Dumaguete on Negros Island in the Philippines. He's there now and will be on the air until the 21st of October. He will be QRV on 80 to 10 and 2 meters, QSL via LOTW, EQSL, or direct to home call. Autumn has arrived in the Northern Hemisphere, and once again, a relatively new annual ham radio tradition. Don Wilbanks, AE5DW, tells us more. Now, here's a radio event that offers you two words as a bit of advice. Get out! No, you're not being evicted from your shack, but you are being encouraged to get outside and operate in the annual Fallout event being held by the 100 Watts and a Wire radio community. This year's event is happening October 12th through 14th, and if you're participating, all you need to do is turn on your rig and call CQ100 Watts and a Wire Fallout on any band. It's not about being fast on the push-to-talk button. It's about making contacts and even making friends. Hams are encouraged to exchange weather reports, opinions, news, and of course, their 100 Watts and a Wire ID numbers. You don't need an ID number to participate, but they're easy enough to get at 100wattsandawire.com, and they're free. So, if you're not busy on the weekend of October 12th through 14th, and even if you are, get out! And by the way, you're just as welcome if for any reason you end up having to stay in. All you need to do is get on the air and spot yourself on the 100 Watts and a Wire website. Why should the only pileup outside your shack be the autumn leaves? For Amateur Radio Newsline, I'm Don Wilbanks. 100 Watts and a Wire ID number 233. AE5DW. With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, AMSAT North America, the ARRL, Bishop Auckland Radio Amateur Club, CQ Magazine, David Wolf, KG1H, EURAO Newsletter, Hap Holly and the Rain Report, Iber Radio, Ohio Penn DX Bulletin, Radio Society of Great Britain, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org.
For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York and our news team worldwide, I'm Stephen Kinford, NAWB in Wadsworth, Ohio, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2018, all rights reserved. Right now, you will hear The Doctor Is In with Steve Ford, WB8IMY, and Joel Hellis, W1ZR. The Doctor Is In is an ARRL production and is also copyright 2018 by the ARRL. Hello and welcome to The Doctor Is In. I'm Steve Ford, WB8IMY. And I'm Joel Hellis, W1ZR. We'll devote this episode to Alessandro Volta. Oh, yeah. Yeah, well, we're going to measure volts. Well, actually, we're going to measure a lot more than that because we're going to talk about voltmeters, right? Right. I mean, everybody should have at least some sort of voltmeter, but they come in a variety and they do a variety of things. I have one, and it measures current, resistance, voltage. It's a multimeter, as they used to call it. Or maybe they still call it that. I don't know. But, yeah, there are quite a few out there. There are, and I guess multimeter is a very descriptive term. I guess it sort of overlaps with the term I'm more familiar with, which is a VOM, which stands for volt, ohm, milliammeter. Yes. Which are the three things that the earlier multimeters could measure. The newer ones can measure more things. But I think you're right. Every ham should have at least one VOM or multimeter. These kinds of things have been popular for at least 80 years. My first one, which I got, I think, in 1967, is still going strong. It's part of the Simpson Model 260 series family. And they've been making them since 1939, 80 years about, and they're still in production. We had something in QST not too long ago about the Simpson meter. Right. And they're a classic, but they are. But they're still as they do everything they used to do just as well as they ever did it. Yes. And they're still very popular, and they're still in production. So, interestingly, they're made exclusively by the people, the Simpson people, or whoever owned the company, sold it to an Indian tribe. And they're made actually by an Indian tribe. I forget which really? One. Really? Yeah. Oh, I read that okay. when I was looking into this topic discussion. But anyway, it doesn't matter where they come from. Wherever they come from, they're very useful and very good. They're based on an analog electromechanical measuring device invented by Darsenval in 1882. So the idea is not terribly new. No. That's before radio. It's an electromechanical movement that uses a permanent magnet surrounding a small coil, applying a voltage or actually a current through the coil, results in a magnetic field there, and that causes the coil to shift on some bearings, which moves a needle, and you can actually read the current on the scale behind it. And they typically have a native internal scale capability of about 1 milliamp for a full-scale reading, although sometimes you'll find them more sensitive than that. And then what the VOM does, it actually switches in shunt resistors to measure higher values of current. So typically you'll find one that reads a milliamp and 10 milli, 100 mm-hmm. milliamps, and up to often 10 amperes. And then they also have an AC-DC switch, so you can, it'll rectify AC, and you can measure AC volts or DC volt, DC current with that. And then by having a series resistor, you can actually use it as a voltmeter, and that's built into the switching function. And in addition, by having a battery inside, you can measure the current through an external resistor, and that allows you to measure resistance. So all of those things happen without you having to think about it. You just look at this front scale, and you say, I want to measure the R times 10 scale, and you measure a resistor, and you look for something that's fairly near the middle of the range so you can get a good eyeball reading on it, and it works fairly well. The limitation of them, as particularly as voltmeters, is because they use the energy of the applied signal to move the meter. They actually load it somewhat. So it actually is not like a transparent measuring device that has no effect on what you're measuring. Mm-hmm. When you apply the meter leads to something, you're actually putting a resistance across that circuit. The typical VOM of that sort is specified as having a sensitivity of 20,000 ohms per volt. What that means is if you're on the 2.5 volt scale, you're measuring voltage, the resistance that the meter applies to the circuit is 2.5 times 20,000, which is 50,000 ohms, and that means you're applying a 50,000 ohm resistor to the circuit. Now, if the circuit is a fairly low impedance one, you won't notice the effect of that. But no. If you're measuring something that has a high resistance associated with it, chances are applying the meter will make a difference to what the actual voltage is. So you have to take that into account. And the higher the sensitivity, the less likely that is a problem. Now, in recent years, the volt ohm milliammeter or multimeters have tended to come with digital displays. Yes. And usually the circuitry in them
does not have that limitation. The circuitry has a high enough impedance that it almost won't make any difference. And of course, everything makes a little difference, but it won't make much difference when you apply it to the circuit you're trying to measure. You don't have to think about it. VOMs with digital displays have a lot of advantages. They come with different price points, have different numbers of digits, which makes a difference to the resolution you can read. Notice that resolution and accuracy are not quite the same thing, but you can measure smaller differences with a digital display than you can analog. And they also have the advantage that the digital display, well, you can certainly break one. Yes. They're less liable to be damaged by rough handling than the analog meters, because the analog meters have a very fine needle-type suspension that everything sits in, and if you hit it hard enough, you can force the coil right out of its suspension. A real project on your hands to get it all back together. It probably won't be successful. But the digital meters also allow measurement of other things that are, because of the circuitry involved, it's easy to pack in a whole bunch of other functions. Some of them measure capacitance, typical analog VOM. Some of them measure frequency, some temperature, and both they can do it internally within the meter itself, but even more useful is and this I guess could happen with a analog meter too, you can have a probe that you can put it in on equipment and actually measure the temperature of some circuitry to see if it's getting too hot. So there's a lot of flexibility in the digital ones. They're available in a number of sizes and form factors. So some of the smaller ones are very compact. They'll fit right in your pocket. Tiny. In your pocket. I have one in a compartment of the boat that sits there all the time, another one in the toolbox, and there's some that are big and sit on the bench, and there's some in between. So they're all kinds of sizes and shapes and prices. There's no reason not to have multiple. You don't have to decide, do I want an analog one or a digital one? Get one of each, because they're comparably priced at this. You know, they have price points, similar price points for different quality levels and so forth. The typical lower cost digital meter might have 3 digits of display, which allows you to read it about as well as you can read an analog meter. To 3 digits is about as well as you can do with that. But some have 4 or 5 or more, and sometimes they can store values. Sometimes they can, I have one computer interface in case I somehow want to memorize everything I do with it, which hasn't happened yet, but it could, I guess. So there's all kinds of things you can do with them and a lot of different capability. As a veteran technician, you and I both, I think we qualify, right? I believe so. There's one thing about analog meters that I enjoy versus digital meters, and that is being able to see a rate of change. Do you know what I mean by that? Absolutely. I meant to mention that, because that's a big advantage a lot of people say for analog meters. Yes. If you're adjusting something, tuning something, like the S meter on your receiver, if you have an analog meter, as you tune and you're tuning for maximum, you can watch the meter go up, and then it hits a peak and it starts to come down. You can very carefully move it into the maximum value. I find that much easier to see than, even though the digital meter might give you more significant digits, seeing digits change value doesn't give you the same sense of what's happening, at least to me, as watching something move. So at the rate at which it's happening. That's true. And that can be important. Yep. I mean, if you're watching a final amplifier transistor go into thermal runaway, it's kind of handy to see that needle peg over on the... Yeah, you see something. It gets your attention much more than saying the number is now 7 instead of 5. You know, so what does that mean? So that is a big advantage, and that might be a reason to have one. Some digital meters try to simulate that with a bar graph, but oftentimes the response is not quite fast as it would be with an analog. No. And you can actually sometimes hear an analog meter when it goes all the way over. You hear a tick or a clunk. Yeah, yeah. And people talk about wrapping the needle around the pin. Well, you can do that too. It's a one shot measurement. But well, Joel, I have one more question for you. And I wanted to address in VOMs or multimeters that one unusual feature that many of them seem to have, the transistor test function. Oh, right, yeah. You know? Mm-hmm. Or diode test function. Right, that's... I haven't used that myself, but... I have on occasion, and I guess, we always used to do it using an ohm meter in the old days. You can do it separately and check each junction and apply a volt. You know, you can simulate it yourself. Some of them have little sockets they do. The transistor into. Yeah. Of course, you have to know what the pins are and so forth, which is not always a trivial thing to find out. But yes, that's a good point. I must admit I haven't used that a lot, but I'm sure it's a very effective way to do it. It's easier than taking separate readings on the emitter-base junction collector to emitter junction, and seeing what happens, touch the base, the resistance changes. You can do it with an ohm meter, but you have to keep track of which polarity you're using and so forth. So since I've never done it, how does it work? Well, it just applies the appropriate voltage, and I think you can measure the forward current transfer ratio. I mean, you apply a current on the base, and you look at what happens to the current from the collector to the emitter,
and that tells you the forward current transfer ratio or beta, and that really tells you a lot about what the transistor will do with that particular voltage. Now, presumably they have to do it at a fairly low voltage and current because it probably applies, you know, they don't have separate setups for different transistors. I don't, it's kind of a lowest common denominator, but it'll tell you if it's working, or, which is a good thing to know. I mean, Well, yeah, especially when you're trying to troubleshoot something, sure. Now, a diode is pretty straightforward. You apply a voltage to it, and if you get current through it, it's conducting, which it should only do in one direction. So you try it in one direction, you reverse the leads, try it in the other direction. By the way, it's always good to check and see which terminal of your voltmeter in the ohms position is the positive one. Good to know that. Now, on one of mine, it's the positive terminal. On another one, it's the negative terminal, because not positive and negative for the resistance measurements. They don't say that. But the voltmeter connection and the current meter connections, same connection, have usually a positive red lead and a negative black lead. And that's the way they should be hooked up to measure something. But when you're measuring resistance, many times they don't think about that, because the resistor doesn't care. But when you're measuring a diode, it does matter. Absolutely. So use another voltmeter to check your voltmeter on resistance range to find out which side is actually positive, side is negative. And speaking of the resistance range, something I've done from time to time, I'll be measuring a resistance, and then I forget to turn the switch on the voltmeter to the off position, because, of course, when you're measuring a resistance, it is applying a voltage and a current, and if you don't take your voltmeter to the off position, or unless you're blessed with one that will go to sleep automatically, you'll run down the battery. Well, that's very true. There's another more subtle thing that I found out about many years ago. If a analog voltmeter, multimeter, is set on a voltage or resistance range, in addition to the problem of running down the battery in the resistance measurement capability, which it'll only do if the leads are touching, by the way. That is true, yeah. There's almost no damping on the meter. The meter will swing very freely. If you're on the if you're on the current range and the leads are touched together, when the meter tries to move, it actually tries to generate a current to run it through the short that's there, and it's hard to do, and it actually slows the meter down. Now, the point of all this statement is, when you're transporting it, if you put it in the highest current position, which on my Simpson is 500 milliamp range, I think, put it on 500 milliamps, it has noticeably less meter needle movement when you shake it than it does on any other range. So that's the position to put it in when you take it in your car to go measure something, or carry it up the stairs to measure something in the backyard. So there's a best place to put that. In addition to not being on ohms, also put it on milliamps. Milliamps. Now, my meter has another cute feature that I end up using quite a bit, and that is what I would call, I guess, the continuity buzzer or beeper. Oh, yes. And many times I just want to know if I have an electrical path between, say, one point on a circuit board and another. I will use that. I switch it over to that function, and if there is continuity between those two points, I hear a beep, you know, when I touch the probes. And that's really handy, too. It's handy, and it's also a safety feature, because what it means is, if you want to find that out and you're working on something that has high voltage someplace else, if you have to look in the equipment, put the meter probes down, and then look, turn your head and look at the meter to see what's going on, you might move your hand and actually get in contact with something. Yes. So this way, you don't have to look at the meter to find out what's happening. Well, they have some meters now that have voice annunciators. They will actually read out with a voice what the voltage is. You don't have to look at it at all. I tend to turn those things off. But I can see that actually it would be helpful in that case. I guess I don't talk to my car. My car doesn't talk to me. I don't talk to any of that stuff. No, that's a good feature, and I think it's fair to say you won't find that, either of those, on most analog meters. No. But you will find some variation on it on most digital meters, so it's another benefit on the column of the digital side that you can get that. Do you think the digital meters will ever completely replace the analog meters? I do. You do? I do, just because... I didn't expect that answer. Well... You know, I guess that's off. I didn't expect the question, so we're even. So I didn't think about it a lot, but I, you know, while there are a lot of benefits of an analog meter, it is possible to make a digital display that is an exact duplicate in form and function and view of an analog meter. I just reviewed a transceiver that has such a meter on the front panel. I own a transceiver with just such a meter on the front panel. And unless you look at it carefully from the side or take it apart and try to find the needle, you realize it's actually a...
I wouldn't call it a digital display. It's a, you call it a liquid crystal or some kind of one of the display technologies. And it actually simulates an analog meter perfectly. That the ballistics of the needle and everything are down to a science. It's just nicely done. It'll actually bounce. You know, some digital representations of meters just look like digital representations of meters, and they aren't quite as good. But what I'm getting to is this kind of display technology is getting less and less expensive, more and more common, more easily done, and there's no reason somebody wouldn't come out with perhaps starting out at a fairly high level, but coming down in price over the years, meter that has both a numerical display and an analog meter display of the type that's in your radio. And at some point, that price will cross over that of building a carefully manufactured and constructed by hand, no doubt, meter movement. So I wouldn't be surprised if those meters were already out there, but as you say, at a high-end price. Yeah. Remember the first calculator you got, the first scientific calculator you got for $500? Yeah. anyway, they're now $5. So, you know, that's the trend. So I wouldn't be surprised to see all the benefits of an analog meter built into a meter that's also a digital meter. That's just my, you know, my personal guess about how the industry works. I suspect you're right. Are you ready for a question at this point? I am. Okay, we have a question from Scott, AG7FF, and he's asking, with a fan dipole, you can feed antennas for several different bands with a single coax at a single feed point. Is it possible to feed two separate antennas with feed points in different spots with a single coax and a T adapter, for example, a 20-meter vertical and a 6-meter Yagi? That's an interesting question. It is, and people ask this fairly frequently. The answer is maybe. I mean, here's what it comes down to. The guiding principle of why you can operate a fan dipole is that two or more antennas are such that the impedance is very high on the frequencies of each one is very high on the frequency of the one that you're using. So if you have an 80 and a 40-meter dipole and you hook them to a coax cable, let's say on 80 meters, well, let's take the 40-meter first. On 40 meters, the 40-meter dipole will have an impedance that's fairly closely matched to the 50-ohm coax. The 80-meter dipole will have an impedance of, because it's full wave, will have an impedance of a couple thousand ohms. So almost no current will go into the 80-meter dipole. It'll all go into the 40-meter dipole and get radiated. A little more complicated on the other arrangement, the impedance of the 40-meter dipole on 80 will be very low resistive but very high reactance and probably have an SWR of 30 or 40 to 1. Almost no power will go into it. It won't be quite as obvious a number as with the other arrangement. But in that way, the current coming up the coax is sort of directed because of the impedance of the different antennas to the proper antenna for the band that you're using, which works just fine. Now, any current that goes in the wrong antenna is not too big a deal either because it's typically parallel with the other one, and it'll radiate in the same direction, and who cares, you know, which antenna the signal came from. If it's going someplace that you want to talk to, it'll all be part of the signal that gets there. But most of the energy will go to the proper antenna. Now, that's the parallel dipole or fan dipole case. In your case, you have a much more complicated situation because while the impedance of the 20-meter vertical, let's say, is just right on 20 meters, perhaps, and it will be very different on 6 meters, so if you were connected right at the same point, the current would go in the proper antenna. The problem is you have a piece of coax going from the bottom of the 20-meter vertical to your T-connect. On 6 meters, it'll be some complex impedance at that point, and it will not be matched to the coax. But as it goes through the coax for some distance, it'll actually be transformed by the mismatched coax to some other impedance, which may or may not be favorable to what you want to have happen. Chances are it'll be fairly high SWR. And then you have the opposite problem on the other band. So it's not as straightforward. And what will happen is, let's say you do split the current, split the power, so you're operating on 6 meters and some fraction of it ends up going to the 6-meter or to the 20-meter vertical, the results are not as benign as in the other case. No. Because presumably you have the 6-meter Yagi because you want to have a directive antenna. You want you have the signal going in a particular place. Well, any radiation that comes off the 20-meter vertical will tend to negate the benefits of your front-to-back ratio, front-to-side ratio, and, of course, reduce the gain in the direction you're trying to put it. So what you'd need to do is very carefully determine the impedances of everything on the opposite band. So, you know, what is the 6-meter antenna's impedance on 20 meters after it's transformed through the length of the coax getting to the T-connect? Oh. And now you could also measure it, by the way, with an antenna analyzer. So you can actually
do this. And once you know the relative impedances and you can figure out how much of the power goes to which antenna on each band, then you're in a position to say whether or not you can actually hook them together in a T-connector and get the results you want. But it's not obvious to me exactly which way it'll go. Yeah, for example, with your 40-meter or your 80-meter dipole on 40, if you happen to have a quarter wavelength of coax from the 80-meter dipole that you were going to hook together with the 40, going through that length of transmission line will transform that to an impedance not that far from the impedance of the 40-meter antenna, or at least it'll be possibly resonant and it'll be relatively low impedance, and you may end up having more energy going towards the wrong antenna than you do to the right antenna. And if they're pointed in different directions, you might be surprised on who you talk to. So, but there are other ways to do it, and I guess in place of a passive T-connector, you could get a remote coax switch, and that's a very handy way to do it. It costs more than a T-connector, and typically they come, I haven't seen any that just switch between two choices, typically four or more. But MFJ has one that will switch between two. Ah, okay. Yeah. A remote switch? Yes. Oh, okay. Well, there you go. So there is one. And but even if you got four, sooner or later you want to add more antennas. So it's always good to have room for expansion, I think. You can't have too many antennas. Some of the coax switches can be powered through the coax. You don't even have to run additional wiring. You just put it there in place of the coax T-fitting and switch it from the shack. You have to be careful that any lightning arresters you have will pass the DCs a little bit, but that can be taken care of. So that's one thing. There's another thing you can do is to use a diplexer. They're not terribly expensive. I think they're less expensive than the coax switch. Many of them are designed to separate 2 meters from 70 centimeters, which is a lot easier to do. Yeah, those are popular. Very popular for two-band VHF antennas and two different radios or vice versa. But there was one I saw for about $60 that will separate 20 and 6 meters, exactly your case, with a specified loss of 0.2 decibels and a power handling capability of 600 watts. So your antennas could work just the way you want, except it'll be a little more clever than just a benign T-connector. Absolutely. Thank you. My pleasure. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 39 des Deutschen Amateurradioclubs für die 39. Kalenderwoche 2018. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Die EU plant, die Marktüberwachung zu verschärfen. Schwedische Regulierungsbehörde mit neuen Regeln für den Amateurfunk. Das 30. Funktionsträgerseminar in Baunatal ist erfolgreich beendet. Projekt Deutsche Amateurfunkgeschichte heute für morgen erzählt. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Die EU plant, Marktüberwachung zu verschärfen. Die EU plant, die Schrauben für die Marktüberwachung von Produkten massiv anzuziehen. Ein entsprechender Bericht des Europäischen Parlaments ist Anfang September auf dessen Webseite erschienen. Aus Sicht der Funkamateure kann dieser Schritt begrüßenswert sein. In Sachen Marktüberwachung hatte sich der DARC e.V. seinerzeit bereits an Birgit Sippel von der SPD, Mitglied des EU-Parlaments, gewandt. Das Europabüro der Abgeordneten hat nun in einem Schreiben an Kurt Merkatter, Delta Lima 8, Delta Mike Alpha, bestätigt, dass, sollte es in den Verhandlungen zu einer Einigung kommen, mit einer Rechtskraft der Verordnung ab dem 1. Januar 2020 zu rechnen ist. Der italienische Kollege Sippels und Berichterstatter des Parlamentberichtes, Nicola Danti, führte in einem Statement aus, Zitat, die jüngsten Skandale haben gezeigt, dass unsichere und nicht konforme Produkte auf dem europäischen Markt immer noch Realität sind. Ich glaube, dass dieser Vorschlag ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Kontrollen ist, um die Konformität und die Sicherheit der in Europa zirkulierenden Güter zu gewährleisten. Zitat Ende. Der Bericht des EU-Parlaments ist zwar bereits verabschiedet, nach der Veröffentlichung der allgemeinen Ausrichtung des Parlaments stehen jedoch noch Veränderungen mit der Kommission und den Mitgliedstaaten bevor. Sollte es Anmerkungen zu der Parlamentsposition geben, so bestünde die Möglichkeit, diese an den Verhandlungsführer des Parlaments, Nicola Danti, zu senden, lässt Frau Sippel, OM Meerkatter, in einem aktuellen Schreiben ausrichten. Inwieweit diese dann noch Eingang in die Verhandlungen finden, kann natürlich nicht sichergestellt werden. Schwedische Regulierungsbehörde mit neuen Regeln für den Amateurfunk. In Schweden hat die Telekommunikationsbehörde PTS neue Regeln für den Amateurfunkbetrieb veröffentlicht. Funkamateure, die ab dem 1. November mehr als 200 Watt PEP machen möchten, benötigen dafür eine spezielle Genehmigung, die mit umgerechnet etwa 30 Euro Jahresgebühr angegeben wird.
Die neue Regelung gilt für die Bänder 160 Meter, nur im Bereich 1810 bis 1850 kHz, 80, 40, 20, 17, 15, 12, 10 und 2 Meter sowie 70 cm und 1,2, 5,6, 10, 24, 47 GHz und höheren Amateurfunkzuweisungen. Leistungsbeschränkungen bestehen in Schweden weiterhin auf 2200 und 630 Meter, also im Lang- und Mittelwellenbereich mit einem Watt ERP, auf bestimmten Abschnitten im 160 und 60 Meter Band 15 Watt EIRP, 30 Meter 150 Watt PEP und 6 Meter 200 Watt PEP. Die Genehmigung wird für 3 Jahre ausgestellt und automatisch erneuert, vorausgesetzt, dass die Bedingungen für die Erteilung der Genehmigung noch erfüllt sind und alle Regeln eingehalten werden. Einzelpersonen oder Vereine können bis zu 5 verschiedene feste Orte anmelden. Die Meldung der ARRL informiert weiter darüber, dass Schweden die Amateurfunklizenzen bereits im Jahr 2004 abgeschafft hat und der Amateurfunk sozusagen erlaubnisfrei ist. Allerdings müssen angehende Funkamateure noch eine Prüfung ablegen. Ein Zertifikat und ein lebenslang gültiges Rufzeichen werden ohne künftige Gebühren ausgestellt. Bis jetzt betrug die maximal zulässige Leistung auf den meisten HF-Bändern 1 Kilowatt. Eine zusätzliche Autorisierung war nicht erforderlich. Weitere Informationen hat die PTS in Schwedisch im Internet veröffentlicht. 30. Funktionsträgerseminar in Baunatal erfolgreich beendet. Erstmalig veranstaltete die DARC-Geschäftsstelle eine Funktionsträgerschulung während der Woche im Amateurfunkzentrum Baunatal. 3 YLs und 17 OM aus 11 Distrikten haben sich die Zeit genommen, um sich in ihrem Ehrenamt weiterzubilden. Ein Blick in die Küche des DARC e.V. So drückte sich einer der Teilnehmer bei der Vorstellungsrunde aus, bei der es um die Erwartungen in Bezug auf das Seminar ging. Einblicke hinter die Kulissen der Geschäftsstelle sowie Gespräche mit den Mitarbeitern wurden in den 3 Tagen ebenso geboten wie das 1x1 der OV-Arbeit, Kassenführung, Webseitenpflege, Datenschutz, Versicherungsfragen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bisher wurden im Amateurfunkzentrum rund 750 ehrenamtlich aktive Mitglieder geschult. Ich freue mich riesig, dass das Seminar so gut ankommt und wir mit durchweg positiven Rückmeldungen belohnt werden, freut sich Seminarleiterin Stefanie Heine, Delta Oscar 7 Papa Romeo, die seit 2005 Schulungen im Bereich Public Relations im DARC e.V. anbietet. Im Oktober dieses Jahres, vom 12. bis 14., findet das 31. das nächste Seminar statt. Es sind noch wenige Plätze frei. Informationen und Anmeldung gibt es auf der DARC-Webseite. Die Termine für die Funktionsträgerschulungen 2019 lauten 15. bis 17. Februar, 1. bis 3. März, 9. bis 11. September und 25. bis 27. Oktober 2019. Bis auf das September-Seminar, das von Montag bis Mittwoch stattfindet, werden alle weiteren von Freitag bis Sonntag veranstaltet. Projekt Deutsche Amateurfunkgeschichte, heute für morgen erzählt. 90 Jahre nach der Gründung gibt es noch immer keine repräsentative Chronik des Amateurfunks in Deutschland, stellt das österreichische Dokumentationsarchiv Funk in einer aktuellen Pressemitteilung fest. Die bisherigen und durchaus verdienstvollen Darstellungen seien vergriffen, lückenhaft oder nicht ausreichend faktengesichert, so die Pressemitteilung weiter. Daher lädt das Team von DokuFunk ein, es bei der Gestaltung einer fundierten Historie der deutschen Amateurfunkgeschichte zu unterstützen. DokuFunk sammelt und archiviert seit über 2 Jahrzehnten jedes erreichbare, relevante Dokument. Das Team ist hochqualifiziert und erfahren. Es verfügt über die erforderliche Hard- und Software. DokuFunk sucht als Spende, Leihgabe oder zum Digitalisieren Dokumente aller Art. Ein weiterer Aspekt sei die Finanzierung des Projektes, so die Pressemitteilung. Interessenten, die das Projekt fördern möchten, finden weitere Informationen auf der DokuFunk-Webseite im Reiter Amateurfunk. Die Postanschrift lautet Dokumentationsarchiv Funk an den Steinfeldern Nummer 4a in A wie Österreich 1230 Wien. Weiterhin ist ein Kontakt per E-Mail möglich. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 30. September, am Sonntag, da läuft ein Aktivitätskurzcontest im DARC-Distrikt Ruhrgebiet.
Dann vom 1. bis 7. Oktober, da läuft die Aktivitätswoche des Deutschen Telegrafieclubs e.V. 3. Oktober am Feiertag, da startet der Deutsche Telegrafie-Contest, kurz DTC, der Nordsee-Aktivitätstag, der Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabend auf 80 Meter und der DIG-Geburtstagskontest. Dann haben wir noch am 4. Oktober den DIG-Geburtstagskontest mit dem zweiten Teil. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL Ausgabe 9 2018 auf Seite 60 und in der aktuellen Oktoberausgabe 10 2018 auf Seite 56. Der Funkwetterbericht vom 25. September, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 18. bis 24. September. Nichts Neues vom Sonnenfleckenminimum, so kann man die Situation beschreiben. Die Sonne präsentierte sich ohne Sonnenflecken und mit Fluxwerten um 68 Einheiten. Nur der Sonnenwind bestimmte wieder die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle. Das geomagnetische Feld wurde bis zum 19. September noch vom Sonnenwind aus einem koronalen Loch mit positiver Polarität bestimmt, was zu unüberhörbarem Fading führte und die über die Pole verlaufenden Funkwege dämpfte. Am 20. und 21. September hatten wir ein nahezu ungestörtes Erdmagnetfeld. Tagsüber waren das 20- und 17-Meter-Band gut offen. Japanische Stationen waren mit S9 zu arbeiten. Nach der Freude über diese positive Phase kam die Ernüchterung am Samstag mit einem G1-Magnetsturm. Während man morgens aus dem Fading auf 160 und 80 Meter noch einzelne nordamerikanische Stationen fischen konnte, blieb das 40 Meter Band geschlossen. Am Samstagnachmittag erholte sich das Erdmagnetfeld etwas und das 20 Meter Band öffnete wieder weltweit, wobei die nördlichen Richtungen gestört blieben. Auf den Bändern 17 und 15 Meter funktionierten nur die transäquatorialen und die parallel zum Äquator verlaufenden Funkwege einigermaßen. Die unteren Bänder zwischen 160 und 30 Meter zeigten brauchbare bis gute DX-Öffnungen weltweit. Vorhersage bis zum 2. Oktober 2018. Wir erwarten keine Änderungen der Sonnenaktivität. Die Fluxwerte bleiben voraussichtlich unverändert bei 68 Fluxeinheiten. Die nächsten geomagnetischen Störungen durch wiederkehrende koronale Löcher sind ab dem 7. Oktober vorhergesagt. Bei ruhigem Erdmagnetfeld und gewitterarmer Atmosphäre erwarten wir nachts gute DX-Bedingungen auf den Bändern zwischen 160 und 30 Meter und tagsüber brauchbare auf 20 Meter sowie stundenweise auf 17 Meter. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX. Alle Zeiten in UTC, Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18.07 Uhr, in Ostaustralien um 20.06 Uhr, in Westaustralien um 22.03 Uhr, in Singapur, da geht die Sonne auf um 22.53 Uhr Weltzeit, in Japan um 20.30 Uhr und auf Hawaii um 16.20 Uhr UTC. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne auf um 15.48 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um 3.54 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 14 Uhr, auf den Falklandinseln um 9.39 Uhr und in Berlin in Deutschland, da geht die Sonne auf um 4.56 Uhr Weltzeit. Sonnenuntergang USA-Ostküste 22.48 Uhr, USA-Westküste 2:02 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.03 Uhr Weltzeit. Auf den Falklandinseln um 21.59 Uhr, auf Hawaii um 4.24 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 3.47 Uhr UTC. In Johannesburg in Südafrika um 16.05 Uhr. In Neuseeland um 6.19 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 16.58 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte auch in dieser Woche wieder mein Kollege Stefan Hüpper, DH5 FFL vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war für Sie Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Meldungen für den Deutschlandrundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@drc.de.
Und aufgrund des Feiertags in der nächsten Woche, am 3. Oktober, ist Redaktionsschluss in der kommenden Woche bereits am Dienstag um 10 Uhr. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. Und an alle Macias, 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.